Bomen die moeten soms worden verwijderd. Dan zijn ze oud of ziek. En de beslissing om die bomen al dan wel, al dan niet te verwijderen, dat verloopt via een heel zorgvuldig proces. Nou, hoe dat zit, dat zie je nu. Nou Henk-Jan, dit is een verdrietig moment, hè? Ja. Jullie gaan deze boom vandaag verwijderen. Ja, klopt. Waarom? Ja, je hebt te maken met bomen in stedelijk gebied. En je hebt te maken met een stuk veiligheid. En deze boom, als je omhoog kijkt, er zit geen blad meer in. Nee. Als je kijkt naar die boom en deze, dan zie je duidelijk het verschil. De kroon die is zo goed als afgestorven, dus dat is doodhout. Dat kan eruit breken. Maar hier zit nog een aantasting en die zit aan de stamvoet. En dat is een holte, dus de boom wordt ook instabiel. Dan ga je alles eruit halen vandaag. Ja. Nou, niet vandaag, maar wel in dit najaar. Volgend jaar kunnen we dan weer een nieuwe boom erin zetten. En gaan jullie dan hier bijvoorbeeld ook nog iets doen aan die ondergrond? Moet dat nog hersteld worden voor het planten? Ja, er komt een nieuwe groeimedium in, dus hij wordt verrijkt. Dan laten we hem een jaar rusten, want die wortels die er nog in zitten, die verrotten ook. Die gebruiken zuurstof, hè? Bij verrotting gebruik je zuurstof. Dus we laten hem een jaar liggen en dan gaan we volgend jaar, het najaar, gaan we herplanten. Nu zou ik bij deze boom niet gelijk zeggen dat hier iets mee aan de hand is. Maar jullie moeten hem wel verwijderen vandaag. Ja, en dat klopt. En wij hebben er ooit al een aantal jaar geleden een verankering aangebracht. Voor de zekerheid. Maar die staan allemaal vol op spanning. Oh ja? En waarom breng je dat aan? Een boom, dat is waarschijnlijk ook tijdens een andere aflevering verteld over plakoksels. Ja. Nou, die staat hier ook in. En dat doe je voor de zekerheid, breng je een verankering in. Oh ja. Maar goed, dan zie je dus dat zo'n verankering strak hangt. En dan ga je verder kijken. Toen zijn we rondom de stam gaan lopen. En dan zie je vanaf het begin van de kroon, dus hè, daar waar de dikke takken beginnen, tot beneden aan toe zie je een scheur. Aan de andere kant is dat goed te zien. Laat maar zien. Okay. En dan heb je daar vanaf het begin van waar de kroon begint, tot hier zo door, helemaal een scheur. Hij is helemaal doorgescheurd tot beneden aan toe. En dat houdt dus in, ja, dat is hartstikke zonde, dat houdt dus in dat kroondeel los staat van dat kroondeel. En dat elk moment. Hij hangt aan touwtjes letterlijk. Hij hangt echt aan touwtjes. En daarom hebben we nu een noodkap gedaan. En dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Dinsdag zijn we hier geweest. Ik heb direct de vergunning aangevraagd. En het is nu donderdag. Dus binnen 2 dagen gaan we nu een boom verwijderen. En die er voor ons op het oog prima uitziet, maar die elk moment letterlijk uit elkaar kan vallen. Hier zit ook een stukje overwalling, noem je dat. Dus hij heeft altijd al geprobeerd die scheur te herstellen. Hij heeft geprobeerd dat te lijmen? Hij heeft altijd al geprobeerd dit te lijmen, alleen het is nu niet gelukt. En nu is hij opengescheurd en nu moet die kroon dus flink naar beneden. Dus het zal hem even zeer doen? Ja, mij ook. Ja. Exact. Bij deze boom proberen we wel om een stam te laten staan, dat hij nog weer uitloopt, dat hij dus een kleinere kroon krijgt. Dus we proberen wel de boom zo lang mogelijk te behouden hier. Ja, dus je gaat hem niet helemaal verwijderen? Nee, hij krijgt een tweede leven. 2, 4 meter of 5 laten we staan. En dan hopen we dat hij weer uitloopt en dat hij dan dat hij nog 1 jaar of 10, misschien wel 15 door kan. Mooi, dat zou mooi zijn, hè? Ja, ik hoop het, dat lukt. Nou, dit is wel duidelijk, hè? Ja, als je dan binnenin ziet, dit is duidelijk te zien. Dit is allemaal verrot. Ja. Maar dit is niet de enige. Eigenlijk is die hier. Hier loopt die lijnen. Dit is allemaal al aangetast, dit hout. En eigenlijk de buitenkant is nog, dat noem je resthout, dat was nog goed levend hout. En daar staat hij dan op. Dus deze was wel instabiel. Ja, dit was gewoon 95% al. Ja. Dus dat is wel duidelijk. En wat gaan jullie met dit mooie stukje doen? Dit wordt door de kraan eruit gehaald. Zodat we weer een nieuwe groeiplaats kunnen maken voor de volgende boom. Die komt op deze exacte plaats? Die komt ook op deze plaats weer terug. Ja. Gelukkig. Ja. Voor elke verwijderde boom plaatst de gemeente minstens 1 boom weer terug.
En dat doen ze heel anders dan 30 jaar geleden. Hoe? Dat zie je in de laatste aflevering. En nou hebben bomen gewoon minimaal 20, 30 kuub groeiruimte ondergronds mee. En daar zit dan een groeisubstraat in nu. En we hebben een klimaatadaptieve tegel hebben we toegepast nu.